In een snel veranderende wereld is het van belang zo toekomstbestendig mogelijk te zijn. Dat geldt niet alleen voor ons onderwijs, maar ook voor onze organisatie. Sinds 2018 vindt al het Utrechtse onderwijs en onderzoek bij de HU plaats op het Utrecht Science Park, waar we met onze partners samenwerken aan een duurzame toekomst. Om die samenkomst te vieren, organiseerden we de Dag van de Duurzaamheid. Daar kregen onderzoekers, docenten, studenten en medewerkers een podium om hun duurzame projecten te presenteren. Bijvoorbeeld de Breakfast Club. Dit studentenproject verzorgt schoolontbijtjes voor kinderen in Keniaanse sloppenwijken. Medio 2018 openden we 23 techlabs en werkplaatsen op de HU, uitgerust met de nieuwste technologie. Hier werken we samen aan innovaties in de bouw, de zorg en andere snel ontwikkelende beroepenvelden. We besteden minder geld aan gebouwen om meer geld voor onderwijs en onderzoek vrij te spelen. Bovendien verduurzamen we onze gebouwen. Met de behaalde resultaten wonnen we in 2018 de Benchmark Award voor verbeterde faciliteiten.